In Sas van Gent gaat vanavond de voorstelling Boot en Berg in première. Het stuk gaat over de ondergang van de Titanic, waarbij het verhaal verteld wordt van de ijsberg. Het is het laten samenvallen van tekst en een soort van verhaallijn met de compositie van Peter voor zijn big band. En proberen van daarin een soort van ambiance te krijgen die ervoor zorgt dat ook mensen die niet elke dag naar dit soort muziek luisteren, toch blijven zitten. Boot en Berg wordt opgevoerd in het toekomstig Industrieel Museum Zeeland. De stoomgenerator uit de voormalige kooksfabriek in Sluiskil vormt daarbij het decor. Zo'n machinekamer met zo'n grote machine, dan waan je je direct al in de onderste buik van die grote boot waar het allemaal gebeurd is. En ik denk dat het voordeel heeft dat je van seconde 1 gewoon, ook als luisteraar, dat je er gewoon in zit en dat je er ook helemaal niet meer buiten kan. Er hoeft niks meer van buitenaf nog benadrukt te worden. Boot en Berg wordt 5 keer gespeeld in Sas van Gent.